Nou, daar staat het al. Welkom in de aanleg. Ik ga vanmiddag meelopen, meekijken met een dansgroep. Met rollators, met rolstoelen, senioren. Ik weet niet hoe of wat, maar dan gaan we binnen zien. Loopt u met me mee, medewiekers? Margriet van der Putten. Goedemiddag. Je bent bekend in Harderwijk met je werelddansen. En dat doe je voortreffelijk. En nu zie ik je hier in de aanleg. Dansles geven aan senioren. Ja. Met rolstoel, met rollators. Alles is mogelijk. Wat geweldig om te zien. Nou, dankjewel. Ja, het is ook heel leuk om te doen. En tot nu toe hebben volgens mij de mensen er ook veel plezier in. Dus, ja, geweldig. Waarom zeg jij en waarom is dit zo belangrijk dat die mensen uit hun flat vandaan komen en mee komen doen met bewegen? Ja, bewegen is sowieso heel gezond en met elkaar bewegen is natuurlijk heel fijn en dan heb je gelijk leuke contacten. En dansen schijnt nog extra goed voor je hersenen te zijn, omdat het zowel bewegen als muziek is. En geheugen, je moet je geheugen trainen, want je moet die moeilijke passen onthouden. We deden net iets heel moeilijks. Nou, in het begin denkt iedereen, dit kunnen wij nooit. En uiteindelijk gaat het toch best al heel goed. Dus ook dat is een goede training voor je hersenen. Ja, geweldig. En het is heel plezierig natuurlijk. Ja. Natuurlijk, je ziet iedereen genieten. Je ziet jou lachen en genieten. En dat straal je over op de cliënten. Je cursisten. De danseressen. Danseressen en dansers, zag ik er ook tussen. Ja. Houden jullie dit in heel Harderwijk bij meer aanloopcentra's? Nee, dit is tot nu toe de enige groep. Maar we zijn begonnen in Weideheem. Alleen daar was de ruimte wat kleiner en de groep bleef klein. En hier waren een aantal dames die wilden ook heel graag. En toen hebben we de groep gecombineerd en nu dansen we hier in de aanleg sinds 1 september. En welke dagen of welke dag kennen ze hier terecht, welke middag? In principe elke vrijdagmiddag, behalve als het bingo is, want die is hier ook op vrijdagmiddag. En dan op vrijdagmiddag van 2:30 tot 4:00 zijn wij hier aan dansen. En mensen die dat leuk vinden zijn van harte welkom om te komen kijken of om mee te dansen. Waar kun je informatie inwinnen? Bij wie kun je dan melden? Hier bij de aanleg bij Erna, de coördinator. Erna Vromen, de coördinator van de aanleg. En ik denk als je even naar de aanleg belt dat mensen dat ook kunnen vertellen. Of bij mij eventueel. Nou, geweldig. Ja.
Hey, ik wens je heel veel succes. Jullie gaan lekker aan de thee. Ja. En nog een beetje nagenieten. Bedankt dat ik een kleine inkijk gekregen heb in dansen. Want ik vind altijd, doe mee, sport is oké. Okay. En welke leeftijd dan ook. Absoluut. Dit toont dan dat het heel belangrijk is. Ja, denk ik wel. En het is gewoon heel leuk. En dat is het allerbelangrijkste, dat je met elkaar plezier hebt in het bewegen. En, ja. Nou, we waren er weer bij in Wijk Ontmoetingscentrum De Aanleg. Dansen is voor iedereen. Ook voor ouderen. Of voor senioren, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Zit u in een rolstoel? Loopt u achter een rollator? Hier kunt u terecht. Informatie is te vinden bij De Aanleg. Gewoon even bellen en u hoort hoe of wat. Dit was Frits van Aij voor HK13 Televisie. Goedemiddag.